hoe het met ons gaat en hoe we omgaan met deze situatie van fulltime reizen naar leven in quarantaine in Nederland. Het is een vraag die ons veel gesteld wordt, zo ook door oomverzekeringen. Het antwoord? Bekijk deze video. We missen het reizen, het onderweg zijn, het moment dat een vliegtuig opstijgt, het arriveren op nieuwe plekken, het ontmoeten van nieuwe mensen, ontdekken van nieuwe smaken, de mooiste zonsondergangen, we missen het. En dat naar het leven tussen vier muren, voor vele weken. Het is niet altijd makkelijk, we missen de vrijheid en het avontuur. Voordat we deze video induiken, even kort wie we zijn. Dutch Nomad Koppel. Dit is Angela, ik ben Tino en sinds 2018 reist onze dochter Filou met ons mee. Het was schakelen en we baalden flink. Alles stond klaar om voor langer termijn te verblijven in Zuid-Afrika. Op het laatste moment besloten we om in Nederland te blijven. We wilden geen actieve verspreiders zijn van het virus. Gezondheid is nu echt het belangrijkste. In de eerste dagen na de lockdown werden al onze opdrachten on hold gezet of zelfs geannuleerd. Dat waren vreemde, gekke, bijzondere dagen. Het voelde als een soort vacuüm. Er hoefde niets te gebeuren, sterker nog, er kon ook niks gedaan worden. Ons gevoel in die dagen leek precies op het gevoel dat we hadden in 2015 toen we ons leven omgooiden en opnieuw gingen bedenken en onderzoeken wat we precies wilden gaan doen als we opnieuw konden beginnen. Dat gevoel hebben we nu ook. Daardoor kwam naar boven dat we nee moeten zeggen tegen projecten die ons niet dichter bij onze ultieme droom brengen. Tijd en locatie onafhankelijk leven. Het voelde bevrijdend om nee te zeggen tegen projecten. Want daardoor konden we ja zeggen tegen projecten waar onze passies en talenten maximaal tot zijn recht komen en waar we gelukkig van worden. Daardoor hebben we nu focus op drie manieren hoe we ons geld verdienen. Ten eerste, kennis en expertise delen over het moderne nomadenleven als gezin in digitale vorm. Twee, het verkopen van producten en diensten welke passen bij ons merk Dutch Nomad Couple. Bijvoorbeeld koffie of reizen aanbieden voor jonge gezinnen. En ten derde, uiteraard het maken van content. Video's, foto's en verhalen delen op onze social media kanalen. Al met al hebben we ervaren dat we ons goed kunnen aanpassen aan de huidige situatie. Ik denk dat dat voornamelijk ook komt doordat we flexibel zijn. Iets wat noodzakelijk is in onze levensstijl. Bijvoorbeeld, we ontdekten in Argentinië dat ik zwanger was. Zo welkom, maar ook zeer onverwacht. Daardoor moesten we onze reisplanning opnieuw gaan bekijken. We zouden naar het Atacama-woestijngebied gaan in het noorden van Chili en naar Machu Picchu. Maar door de hoogte was het niet verstandig om daar naartoe te gaan. Dus we kochten tickets, vlogen naar Sicilië, Italië. Weet je wat we ook als bijzonder hebben ervaren? Het tragere tempo van het leven tegenwoordig. Zeker in de eerste weken van de lockdown leek het wel of iedereen rustiger was. Rustiger en lichter leven zijn een van de belangrijkste redenen waarom we gekozen hebben voor ons moderne nomadenleven. Werken en leven op eigen voorwaarden en op eigen tempo. In eerste instantie was het teleurstellend dat we niet op pad konden. Maar al snel realiseerden we ons dat het fijn is dat we flexibel kunnen zijn. En de beperkingen van de quarantainetijd maakten ons creatief en gaf ons veel energie. De schoonheid die we in onze directe omgeving zien en het met z'n drieën zijn maakt ons dankbaar en gelukkig. Echt tijd en aandacht voor elkaar hebben. Maar natuurlijk zijn er ook momenten dat we ons opgesloten voelen en we even balen dat we niet op pad kunnen. Maar bovenal zijn we blij dat we met elkaar zijn. En de komende tijd gaan we Nederland verder ontdekken. Maar nu eerst tijd voor een heerlijke Hollandse nieuwe.